De productie op dit bedrijf starten we met het kweken van een klein plugplantje. Dat potten wij over naar een iets grotere plant. Die gaat vervolgens na een jaar in een nog grotere pot. En als die uitgegroeid is en vol in de bloem staat, gaat hij naar onze eindklant. En dat proces dat verloopt hier voor 250 soorten zo. Op dit bedrijf zijn wij gespecialiseerd in het kweken van visueel aantrekkelijke tuinplanten in container. En dat betekent dat het altijd een mooi bloemetje moet geven of een mooie bes, mooie bladverkleuring of anderszins. Onze planten moeten zichzelf eigenlijk kunnen verkopen. Ook als ze in het tuincentra staan, dan moeten die planten zich uitnodigen om zo snel mogelijk bij moeder en vrouw op terras te staan. We zitten hier in deze regio met enorm veel boomkwekerijbedrijven of aan de boomkwekerij gelieerde bedrijven bij elkaar. En om niet iedere keer weer het wiel opnieuw uit te willen vinden, hebben we besloten om met elkaar samen te werken. En dat doen we middels Triporzunder. Ja, de pannenbakker. Triport is opgericht omdat mensen hebben inzien dat samen weer sterker staat. Je kunt jezelf samen als regio presenteren. Ondernemers kunnen voordeel halen uit deelname aan Triport. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan beurzen met gezamenlijke marketing. Door deel te nemen aan scholingsprojecten zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen. En waar we hier staan, de locatie van Trirun, de hub. Het verzamelen, het logistieke gedeelte van Triport, waarbij handelaren dus een kleine partijtje verzamelen en hierdoor goedkoper, makkelijker kunnen inkopen, wat uiteindelijk de handel in het gebied ook weer stimuleert. Momenteel hebben we 170 leden, waarvan er 120 uit de boomkwekerij komen en een aantal andere bedrijven die boomkwekerij aan verwant zijn, dus zoals banken, toeleveranciers en dergelijke. Het grote doel van Triport is het meest belangrijke en aantrekkelijke boomkwekerijgebied te worden van West-Europa. We hebben hier het grootste areaal van Nederland. Dat betekent het grootste oppervlakte aan boomkwekerijgebied. We hebben ook van allerlei soorten planten, van kleine zaadjes tot kleine plantjes tot grote bomen. Heel het assortiment kunnen we in Zundert leveren. Dus daarom denken we dat de doelstelling ambitieus is, maar zeker niet onrealistisch. Sinds oudsher is Zundert natuurlijk gekend om zijn grote boomkwekerijgebied. We zijn hier met velen. Vanzelfsprekend zijn wij concurrenten. Maar ik denk dan altijd maar weer aan de meubelboulevard waar 15 of 20 meubelzaken bij elkaar zitten. Die versterken elkaar ook en zo moet je het eigenlijk in de boomkwekerij ook wel zien. Ik ben nog steeds blij dat ik lid ben van Triport. Dat heeft ons de laatste 2 jaar veel tijd bespaard. Daarmee ook veel geld bespaard. En buiten dat heb ik er ook veel kennis mee vergaard. En wij hebben er zelfs ook nieuwe klanten mee opgedaan. Dus het is eigenlijk een win-win situatie.